8:15 kwamen we toe op school. En we blijven hier op school tot morgen 12:05. In totaal 28 uur zijn we aanwezig geweest op school. Ja, jullie mogen binnenkomen. Mooi marcheren op ons clubfiets. Jullie gaan goed aan. We zijn bezig met de LS-marathon te voordelen van Romina van Rijkenhem, een ex-leerling van De Bron die aan lymfeklierkanker leidt. We blijven heel de nacht op school en zullen les volgen door leerkrachten die vrijwillig hier bij ons even komende nacht doorbrengen. Appel. Nee. Appel? Monet? Louis, hij heeft antwoorden gegeven. Ik ken het niet. We zijn nu bezig met een quiz. Straks volgt er een maaltijd, gesponsord door een leerkracht. Daarna is er een uiteenzetting over de rechtvaardige rechters door een man van de leerkracht. We hebben ook 2 maal sport en er komt een uiteenzetting over Palestina. En er komt ook een... We gaan ook wat gezelschapsspelletjes spelen, dus het is een gevarieerd programma, dus hopelijk blijven we wakker tot morgenochtend. Waarom moet ik dat uitdraaien? Goed te varen, zeker? Goed uit de slot. Sterk! Om geld op te halen hebben we steunkaarten verkocht aan 2 euro per stuk. We zijn langs geweest bij familie, bij vrienden, ook bij leerlingen. Daarnaast krijgen we ook nog een bedrag gesponsord door de leerkrachten. En met het allemaal samen zullen we aan een kleine 1500 euro komen die we kunnen schenken aan Romina van Rijkenhem. We wensen jullie een aangename avond. Absurde wendingen, dat je soms wel zou kunnen veronderstellen dat het ontsproten is aan het brein van een of ander op hol geslagen fantasierijke schrijver, type Dan Brown bijvoorbeeld. Maar nee, alles wat ik zal vertellen is wis en waarachtig gebeurd, zowaar ik hier sta. Het verhaal van mijn zoektocht naar het verdwenen paneel van de rechtvaardige rechters kwam eigenlijk in een stroomversnelling in het jaar 2002. Vervolgens gaan we ons verplaatsen naar het memorabele jaar 1934, het jaar van de diefstal.
en gaan we eens alle feiten die zich daar afgespeeld hebben en die verband houden met de diefstal chronologisch op een rijtje zetten. En tot slot neem ik jullie mee op mijn speurtocht. En wie weet waar we dan uitkomen. Misschien wel in Tielt. Ik heb een omslag bij met daarin een bijdrage van de leerkrachten. En die omslag heeft een beetje een apart voorgeschiedenis. U herinnert zich misschien nog dat wij hier rond de kerstvakantie met een juridisch probleempje zaten. En toen hadden wij eigenlijk juridische steun nodig. En hadden we daar met een groepje leerkrachten wat geld voor bij elkaar gelegd. Maar omdat wij nu het volste vertrouwen hebben in het onderzoek zoals dat gevoerd wordt, denken wij niet dat we nog juridische steun nodig hebben. En toen hebben we direct maar gezegd van we gaan die spaarpot niet aan onszelf besteden. Maar als wij hier de gelegenheid hebben om het mooie initiatief van de leerlingen te steunen, dan gaan we dat natuurlijk doen. En ik heb nog geprobeerd een duwtje extra te geven. Dus we hebben een tandje bijgestoken. Ik heb nog een extra mailtje verstuurd naar de leerkrachten. En in plaats van de aanvankelijke €205, zijn we nu uitgekomen bij een mooie ronde getal van €330. Die ik hier met veel plezier aan Leonie mag overhandigen. Dank u wel. Dank u wel.